bedrijven die vestigen zich in het World Fashion Center. En je moet jezelf durven onderscheiden. En dat doen we. Nou, het World Fashion Center beleef ik op zo'n danige manier dat ik hier bijna woon. Een centrale plek voor de modebedrijven. Detailisten doen hier weer in hun inkopen. Ik ben hier ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik hier gekomen. Tino heeft mij eigenlijk benaderd en gezegd, god, waarom kom je niet naar het World Fashion Center? Ik word gesponsord door het Fashion Center met een werkruimte op de 13e verdieping. Het is heel efficiënt om in één gebouw de diverse agenten te bezoeken. Prachtige ruimte, toren 2 op de 10e verdieping. En ik moet zeggen, ik ben daar dolgelukkig. We werken daar met ongeveer 5 mensen. Het is iedere dag weer een groot feest om binnen te komen, want we hebben een prachtig uitzicht. En ik roep altijd, oh, het lijkt New York wel. Coach voor de next 40. Het is heerlijk. Ik zet mijn auto gewoon lekker in de garage. Ik weet dat ik op maandag naar de 4e verdieping moet. De post hebben we hier in huis. Het is heerlijk om door het pand te lopen. Er komen allemaal leuke mensen tegen die iets met mode te maken hebben. Je kunt zeggen het World Fashion Center is een meeting point of fashion of van Europa. Wij staan daar met z'n allen achter en we moeten er met z'n allen aan werken. Elke keer creatieve ondernemingen die moeten altijd vernieuwd worden en kijken altijd naar morgen. Dat wil zeggen altijd de situatie vernieuwen. Romano is 36 jaar gevestigd in het World Fashion Center. Wij vervaardigen sjaals voor een hele brede markt. En die sjaals die worden veelal in Nederland en daarbuiten in Europa verkocht. De ontwerpen zijn allemaal voor onszelf. Het kleurthema bepalen wij zelf. Ja, uniek voor de sjaalwereld. Je kunt zeggen dat een accessoire een kledingstuk is, dezelfde waarde heeft zeg maar als een kledingstuk, omdat het dezelfde belangrijkste factor heeft. Ja? Het voegt toe, het maakt af. We hebben nu een hele nieuwe outfit, dat is pas weer geopend. 450 vierkante meter. Sjaals, ceintures, modeaccessoires is uniek in Europa. Uit voorraad. Dat wil zeggen dat u elke week uit voorraad uw producten bij Romano kunt inkopen en up-to-date, dus alleen wat u dus verkocht heeft. Dat wil zeggen, omzetsnelheid kunt u alleen maar met Romano bereiken. Buiten dat je ontzettend leuke collega's hebt hier die het ook hetzelfde vak beoefenen in de mode. En de organisatie die heel positief staat ten opzichte van de mensen die hier werken. Dat geeft een gigantische band en een goede positieve toekomst voor dit centrum. Ik heb een bedrijf als importeur van diverse merken. We zijn hier ongeveer 7 jaar geleden gekomen en zijn weer intussen hebben wij ons huurcontract weer verlengd. Wij zitten eigenlijk in het World Fashion Centrum omdat hier heel veel merken zitten. Dus voor onze klantenkring is dat heel goed combineerbaar. Ons bedrijf is dus voornamelijk bezig met dispositie van al onze artikelen door Nederland.
Wat ik eigenlijk aan het World Fashion Centrum heel erg goed vind, is heel veel activiteiten. Ze hebben vorig jaar nog een lifestylebeurs gedaan. Daar hebben wij ook met ons merk opgestaan. Wij zijn eigenlijk heel erg tevreden met onze plek. Kleur rood is de kleur van het jubileum. Ik ben nu voor dit evenement gevraagd om een rode jurk te ontwerpen voor het AIDS-fonds. En die is vanavond geshowt. Het gegeven was alles in het rood. Ik hou van rood, kijk. Rood is de kleur van de passie en de liefde. Als iemand moet solliciteren, moet je ook rood aandoen. Geweldig mooi rood. Mooie Valentino kleur rood. Dat maakt mensen ook vrolijk. Als ik zelf dingen ontwerp, dan werk ik eigenlijk altijd in zwart en wit. Dus het was voor mij nu wel een uitdaging om met rood te werken. Er is maar eigenlijk maar één ding. Dat is u vanavond heel veel plezier toe te wensen. Deze jurk is ook heel bijzonder. Deze is gemaakt door Klavers en Van Engelen, die verleden jaar de Dutch Fashion Award hebben gewonnen. Het lot is gevallen op nummer 21627. Hij is gevallen op de heer Mark Leuring. Agentuur doe ik sinds 7 jaar in kindergroothandel. Dus wij verkopen diverse merken aan de DTIST. In heel Nederland, ook een klein stukje België. De voordelen van het World Fashion Center zijn inderdaad dat je, vooral als we even praat over kindermode, bij elkaar zitten. Dus de klanten eventueel toe kan werpen, laat ik zo zeggen. Dus ze komen bij je langs en oh, dat is ook een leuk merkje of andersom. Amsterdam is gewoon de stad en het leeft hier altijd. Je hebt gewoon ook het centrum binnen het centrum waar gewoon van alles is. En vind ik gewoon wel prettig. Je hebt ook de facilitaire dingen inderdaad eromheen waar je met z'n allen gebruik van kan maken. Ja, in samenwerking met het World Fashion Center zijn we een aantal seizoenen geleden Just Kids gestart. Dat is een nieuwe beurs-event. Eén keer per seizoen en dat gaat hier dus in de beurshal, vindt dat plaats in januari voor de 4e keer en het is een groot succes waaronder alweer grote merken staan. 100 merken zijn er elke keer aanwezig, dus dat is groot succes. Dat het hier in de WFC gebeurt is alleen maar ook vol lof tegenover hun, want ze zijn de laatste jaren gewoon erg goed met als je nieuwe plannen hebt om ook mee te denken en dat kan ik ze wel nageven.